regerend, nu nog tweevoudig Europees kampioen. Ze beginnen na een korte kuur die niet goed liep. 66,64 op een tweede plaats. Kleine drie punten achter op Mugartov Vatrankov. Muziek door John Williams en Tommaso Albinoni. Dit is dus een nieuwe kuur en ze hadden het over veranderingen die ze aangebracht hadden in deze kuur. We zijn benieuwd. Drievoudige toon. En gevolgd door nog een drievoudige toon. Schitterend. Synchroon. De drievoudige flip geworpen. Heel mooi. Ze zijn hot hoor vandaag. Drievoudige zelf of zij was scheef, weet hem nog net te landen. Kijk eens hoe synchroon in die solo pirouette. Ja, zo kan je ook een dode spiraal doen. Mooie variatie, hè? Allemaal ook om die levels te krijgen. Kijk naar dit stuk van de kuur. Een speld horen vallen in de arena. Ja, ze beelden die zware muziek van onder andere John Williams, Schindler's List, fantastisch uit. Twistlift, ook uit een transitie. Lasso lift. Het ziet er allemaal heel gemakkelijk uit vandaag. Toe lasso en wat een variatie daarin. Uiteindelijk in een draaglift eindigend. Einde van deze vrije kuur gaan. Dat we zo direct even helemaal niets moeten zeggen. Het publiek aan het woord moeten laten. Het einde. De muziek is een bevrijding. Nog een starlift. Alles komt weer uit de transities bij hen vandaag. En het venijn zit in de star dadelijk.
nog een geworpen drievoudige salvo helemaal aan het eind van de kuur. Briljant. Nou. Aljona Savchenko, Robin Zolkowy, de regerend wereldtitelhouders, de regerend Europees kampioenen. Ze begonnen aan deze finale met een achterstand op Mugartova en Tarankov. Moeten 116 punten halen. Dat zouden ze makkelijk moeten halen. Hun beste score ooit is 134 punten. Maar wat waren zij goed? Aljona Savchenko, Robin Zolkowy. En dan zijn we er nog niet hoor. Kawaguchi Smirnov. Moeten nog op het ijs komen. Jouw favorieten? Mijn favorieten. Maar ik ben best wel over te halen om te turnen hoor. Mijn favorieten hebben het goed gedaan in ieder geval. Yeah. Maar je zei het al terecht. Je kon een speld horen vallen. Mooi was dat, hè? Op dat moment. Ja. In het midden van die kuur. En die zware muziek van Schindler's List onder andere. Dat goed uitgebeeld. En op de een of andere manier grijpen ze dat publiek bij de strot. Ja, je wordt eigenlijk naar ze toe gezogen in die baan, in hun performance. En dat maakt hun zulke grote kampioenen, deze Savchenko en Zolkowy. We gaan nog eens even kijken naar de details. Ze hebben dus inderdaad de choreografie veranderd. Ik heb ook inderdaad de elementen, die kloppen niet helemaal met de lijst die ik hier voor me heb. Dus dat hebben ze goed gedaan, want het paste nu veel beter, het liep beter dan in de wedstrijden die we tot nu toe gezien hebben. En dit was ook zo'n mooi stuk in het midden van de kuur, waarin ze verschillende dingen deden om het contrast in de muziek te accentueren. De twistlift die ontstond ook uit het niets en werd keurig opgevangen. Dan hadden we daar nog een lift. Een heel complexe combinatielift. En afgezien van dat kleine foutje van haar bij de drievoudige salchow hebben ze geen steek laten vallen. Het rare vind ik dat zij die fout bijna niet maakt. Ja, meestal is hij het die de fouten maakt. We zagen hem gisteren in een korte kuur. Maar hij was vandaag on fire en helemaal foutloos. Ingo Stoyer zag hem. Hij is heel kritisch. Maar zijn reactie spreekt boekdelen. Nou, daar gaan we, jongens. Zo, 116 hebben ze nodig en 132-43. Hallo, fans. 17 punten voorsprong op de Russen. En dus, nieuwe leider, de regerend titelhouders. 199.07. Kawaguchi en Smirnov, ga er maar aan staan.